Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 67. Ronde nummer 3 van seizoen 5 gaat dus beginnen. Staan dus tweede in het coureursklassement op 1 punt achterstand van Alexander Albon. Helaas pakte hij de snelste raceronde niet in de vorige video. Dat kwam omdat Perez in de laatste ronde een 1.19 zoveel had genoteerd. Gek, want hij viel uit in de race. Dus Codemasters wilde gewoon niet dat wij eerst staan in het coureursklassement. Nou goed, heb je dus die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dan kan het rechtgehoord ietsje. Klik erop en zet die video verschijnen. Kan zijn dat je wat achtergrondgeluiden hoort, zoals een houtkrakend huis. Ik weet ook niet waarom, maar blijkbaar vindt het huis nu leuk om te kraken. En ja, en ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Staan er goed voor, komen wat updates aan. En dat moet de auto alleen maar een beter en beter zien te maken. Hebben er genoeg geld over om wat aan de faciliteiten te kunnen doen. Staan dus tweede in het coureursklassement. Latifi en ik hebben precies dezelfde resultaten behaald in de eerste twee rondes. En kijken of wij deze race de leiding kunnen gaan overnemen. Komen een aantal updates aan die de auto nog beter moeten gaan maken. Dat is goed om te zien. Nou, goed gedaan. En ja, dan is het gewoon tijd voor aflevering nummer 67 van F1 22 My Team Career Mode. Kopen nog even een update erbij en dan is het wel goed. En dan gaan we lekker door naar de kwalificatie. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel in Australië. Kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. En dan verwacht ik hier gewoon weer een pole position, hoop ik. Alhoewel de concurrentie is ook snel tegenwoordig. Daar gaan we daar te wijd en missen daar de tweede bocht. Ik had eigenlijk helemaal geen zin om weer te corrigeren. Dus dan gebeurt er dat. Stoer. Einde van mijn eerste en hopelijk laatste run in Q1. Daar een klein beetje de curbstone aangetikt. Heeft ons wat tijd gekost. DRS geopend. Kunnen misschien wat slipstream pakken van die Haas die voor ons rijdt. En dat is de snelste tijd met 1.18.6.9.7. Goed gedaan. En dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. En gaan we weer proberen om het bij één run te houden. Zodat we een versere set softbanden hebben voor tijdens de race. We komen dus bij bocht nummer 1. Gaat dit keer wel goed, jazeker. Pakken daar toch wel een track limit waarschuwing. Iets te veel naar links gestuurd. En daardoor krijg je dat. Goed verhaal. Einde van mijn eerste en hopelijk laatste run in Q2. En dat is een 1.18.8.9.9. Huh? Snelste tijd in Q2. Goed gedaan. Understood. En dat is ook goed genoeg om door te kunnen komen naar het laatste kwalificatiedeel. Q3, hier draait het erom. Dat hadden we echt niet verwacht. Moeten dus naar de pole position 10 toe te rijden in wat belooft een spetterende race te gaan worden. Onze tijd gaat dus nu in. En die eerste bocht namen wij hartstikke goed. Jazeker. Perez voorlopig naar pole met een 1.19.3.2.1. En wij daar met een klein momentje overstuur. En wij laten een 1.17.6.6.6 noteren. Jazeker. Voorlopig pole position. En dan hierbij dan dus de uitslag. Wij pakken gewoon de pole. Albon naar 2. Sainz 3. Leclerc 4. Norris 5. En Verstappen helaas op 1.3. Dat is jammer. Maar goed, dat geeft niks. Er kan van alles gaan gebeuren in de wedstrijd. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 67 van F1 22 My Team Career Mode. En laten we kijken wat het gaat worden natuurlijk. It's race day here in Melbourne as we continue with what could shape up to be one of the best Australian Grand Prix ever. We
go racing today then in the state of Victoria, where the drivers have 14 corners and 3.28 miles to navigate at an average lap speed of around 120 miles per hour. The close proximity of the barriers make accidents inevitable, and recent history shows us that a safety car is not at all out of the question. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. The Professor lines up on pole position, just edging out Alex Albon, who will start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Sainz, Leclerc, Lando Norris, and Verstappen, Perez, Gasly, Ocon, and George Russell, Fernando Alonso, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, and Oscar Piastri, Teo Porcher, Tictum, Nicholas Latifi, and Guan Yu Zhou, Magnussen, Richard Vachon, Schwartzman, and Lance Stroll brings the grid to a close. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij dus meenemen in deze race, oftewel weer winnen. Strategie is medium hard, een eenstopper, gaan voor extra brandstof. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronden hier in Australië. Komen goed van de grid, slot weggereden. Dat is goed om te zien. En remmen en banden zien op te warmen. En dan zijn we aanbeland bij de gridslots. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 67. Komen uitstekend erin. Leuk gezegd, dankjewel. En ja, en dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 67 van F1 22. My team, Karim Moort, uit een pole position voor de grote prijs van Australië. En dan gaan de lampen aan voor de race hier in Melbourne. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. Komen goed weg. Klein beetje wielspin al te pakken, maar het is geen probleem. Blokkeren daar gelijk Alexander Albon. En Sainz zit aan de buitenkant te kijken. Kan er niet langs. En Albon zakt heel ver terug tot P4. Norris naar P3. Sainz zit te kijken misschien aan de buitenkant, maar dat lukt niet. Hebben die positie goed verdedigd. En Leclerc op P5 op die softbanden. De rest allemaal volgens mij naar de mediumband. Dus dat wordt interessant. We zitten in ronde nummer 2 als wij even paars in sector 1 noteren. En een 1.28.056 noteren als snelste raceronde tot nu toe. Wij dus nog steeds aan de leiding. Gat is 1.1. Groene vlag. Er is iets gebeurd en er gaat iemand uitvallen. Volgens mij is dat Sergio Perez. Zeg ik dat goed? Jazeker, Perez uitgevallen in de wedstrijd. 0 punten voor de Mexicaan. Alleen Norris dus nog over van Red Bull Racing. Herhaling van Perez. Is het een motorisch probleem? Jazeker, de Honda motor stopt ermee. En pech voor Perez. Daar halen wel heel veel man onder geel in. Weet niet of dat mag, maar toch doen ze het. Dit alweer in ronde nummer 15 als wij naar binnen gaan voor onze laatste pitten van de dag. Waarom zo ver door de video? Er is niet zoveel gebeurd. Vandaar. En we gaan naar de harde band. En kijken of deze pitstop gewoon goed gaat. Verstappen heeft een undercut gepleegd. Hetzelfde geldt voor Sainz. 2.4, een prima pitstop. En komen gewoon weer aan de leiding. Het circuit op. Geen plekken gewonnen, geen plekken verloren. Dat is goed om te zien. En Norris komt terug op P2. Albon verliest een plekje aan Leclerc. Die rijdt op de mediumband.
interessant en die gaat de race ook daarop uitrijden. Gele vlag in sector 3, omdat daar een Aston Martin stilstaat. Dat is volgens mij Lance Stroll. Lance Stroll die gaat uitvallen in de race. Hij reed al niet in de punten, maar goed. Dit is extra pijnlijk voor hem en het team. Als het zo staat, staan wij tweede in het coureursklassement. Dus, ja, moeten nog zorgen dat Verstappen voor Albon eindigt. Gele vlag, omdat hier Lance Stroll stilstaat aan de rechterkant. Jazeker. En we racen weer, omdat de groene vlag wordt gezwaaid. Tot nu toe een saaie, maar dominante race. Herhaling van Stroll die hier uitviel. De Red Bull kopie valt ook uit. Met een technisch probleem, geen motorisch probleem, want ik zie geen rook uit de Aston Martin komen. Maar goed, we zitten alweer in ronde nummer 29 als wij daar per ongeluk een tijdstraf krijgen van 3 seconden. En dat betekent dat Norris nog kans kan gaan maken op de overwinning. Maar wij gaan hier nu heel hard pushen, ook vanwege de snelste raceronde. Dat willen wij graag in handen krijgen. En ik denk dat Norris gewoon tweede wordt op 0.3 van ons. Want ja, het gat is 3 seconden, Norris achterstand is 3,4, 3,5. En ja, dat betekent dat wij gewoon hier de race gaan winnen. Pakken onze tweede overwinning van het seizoen. 2 uit 3. Goed gedaan met een snelste racepunt erbij, hoop ik. En het op naar de volgende wedstrijd in Italië. Well done. A nearly flawless performance here then, and a commanding victory. Napoli Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think it was clear what the main contributing factor out of the track was. Speed. It sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races, and we saw that today with our win. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Maar goed, hier hebben we dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij hebben dus de grote prijs van Australië met als snelste racepunt erbij. Ondanks die 3 seconden tijdstraf, Norris komt 14e tekort voor de overwinning. Leclerc naar 3, Sainz 4, Albon 5, Verstappen van 6 naar 6, helaas. Gasly 7, Alonso 8, Ocon 9 en George Russell pakt het laatste punt voor Mercedes. Twee uitvallers, Perez en Lance Stroll. En pakken de leiding over. 14 punten verschil naar Charles Leclerc. Daarachter Albon op 16 punten. En Verstappen verliest een plekje aan Sainz. En staan nog steeds eerst in het constructeursklassement. 12 punten verschil naar Ferrari. Dus doen het goed tot nu toe. Rivaliteit breakdown is gewoon plus 4 voor mij, plus 3 voor Leclerc. Wat maakt 12 tegenover 9? Dus staan er ook daar goed voor. Het teamacclaim is level 27 volgens mij. Nee, dat blijft level 6. Oh, dat is, sorry. Dat is level 27. Toch level 27. Goed zo. Fijn. Alle sponsoren binnengehaakt. 1,15 miljoen dollar erbij. Helaas heb ik wat schade gereden. 40.000 misgelopen. Jammer. In totaal op de bank 33,87 miljoen dollar. En er is een update erbij gekomen, dus dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me wat je niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Career content.
elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was Janan mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende!